We zijn hier vandaag omdat we voor de eerste keer het Partner Sponsor Event organiseren. Om onze partners en sponsoren te bedanken die ons ondersteunen in het open platform. Waarmee we onze leden en andere partijen in de verzekeringssector kunnen ondersteunen. Maar dit evenement is ook bedoeld om de partners en sponsors nader met elkaar kennis te laten maken. Ja, dat is best wel bijzonder. Want we zijn een aantal jaren geleden gaan nadenken over van ja, hoe ziet nou onze toekomst eruit? Sander, KPMG is partner van het verbond. Wat betekent dat precies? Verzekeren is een hele belangrijke sector voor KPMG, zowel in Nederland als internationaal. En we zien daar gewoon een aantal hele grote thema's. Heel concreet is dat het ethisch kader dat het verbond heeft geformuleerd. Ik denk dat jullie daarin voorop lopen als Nederland in de wereld. En dat proberen we met elkaar handen en voeten te geven. Middels een toolkit en ook verschillende webinars. Nou, wij zitten ook bij het innovatieplatform en we zien ook daar dat heel veel zaken rondom data terugkomen. Bijvoorbeeld in het de data verzamelen over nieuwe technologieën om de klimaatdoelen beter te halen. Of de onverzekerbaarheid of juist verzekerbaarheid van bepaalde groepen op te lossen. En dat kun je niet alleen. Dat moet je echt met elkaar doen binnen de sector om dat te versnellen. Astrid, Ekemans Advocaten, ook partner bij het verbond. Waarom? Waarom? Nou, het was eigenlijk een hele logische stap. Het verbond en Ekemans Advocaten houden zich beide bezig met privacy en fraudebeheersing. De twee takken van sport waar wij een partnership in hebben. Als je kijkt naar privacy, dan zien wij daar bij uitstek een kans om mensen met een medisch verleden een mooi verzekeringsproduct te kunnen bieden. Als het gaat om fraudebeheersing, dan is het heel belangrijk om fraude tijdig op te sporen. Om zo de schadelast te beheersen, maar bij voorkeur ook die schadelast te verminderen. Jurjen, jullie zijn een belangrijke sponsor voor het Verbond van Verzekeraars. Waarom is dat? Wij vinden het heel belangrijk om kennis te delen. De techniek verandert zo snel op dit moment dat je wel kennis moet delen om bij te blijven. En ja, dan worden uiteindelijk gaat het erom dat de verzekerden hun schade beheersbaar houden. En ja, dat is wat wij doen. En ja, bij het verbond hebben we daar een mooi platform voor. Zien jullie dan ook op de schadedag op 16 juni in Bussum? Nou, ik vind dat een heel mooi event, die schadedag. Ik zorg er wel voor dat de mensen van ons bedrijf daar aanwezig zijn. Want dat vinden we gewoon een heel belangrijk event. En daar dragen wij graag ons steentje aan bij. Marco, waarom is het voor Aplaza belangrijk om zichtbaar te zijn in de verzekeringsbranche? Wij zitten in een branche waarbij we digitaal verbinding leggen tussen systemen van verzekeraars en die van de verzekeringsadviseurs. Wat wij toevoegen is dat verzekeraars en verzekeringsadviseurs met elkaar digitaal zaken kunnen doen.